minister van Openbare Werken, zijn er excellentie de heer Yad Mohamed, kapitein, tevens Oosterpvoorzitter Sergio Bitana, directeur, onderdirecteur van civiel technisch werken, de heer Vikas Muna, overige hoogwaardigheidsbekleders, gemeenschap van Powaka en dames en heren, goedemiddag. Powaka als gemeenschap die deel uitmaakt van het Surinaams volk, inheems volken, met behoud van cultuur en bestuurvorm, vindt het een grote eer om u te mogen ontvangen in ons geliefd dorp. Ons bestuursvorm die deel uitmaakt van onze cultuur en vervat is in de VN-verklaring over de rechten van de inheemse volkeren, aangenomen in 2007 en mede ondertekend door de staat Suriname, stond dat een paar weken geleden onder druk. Door tussenkomst van het kabinet van de president is dit tot het verleden gaan behoren. Daarvoor zijn we het kabinet erkentelijk. Powaka is een dorp van nakomelingen van strijders. Onze voorouders hebben tegenslagen gekend, maar hebben nooit opgegeven. Ze hebben dit tegenslagen overwonnen. Wij hebben geen tegenslag overwonnen, maar het erkennen van onze cultuur, ons zelfbeschikkingsrecht, dat werd vertrapt. Wij hebben een achterstand in te lopen. Wij kunnen niet wachten op een andere keer. De toekomst heeft op ons gewacht. Wij zijn de verandering die de toekomst zoekt. De toekomst hangt af van wat wij gezamenlijk zullen doen. Wij hebben uw hulp nodig. Waar we vandaag hier zijn, onze binnenwegen. We hebben het over onze, al onze zandwegen, de onvergaarde wegen. Ook wegen die leiden naar onze kunstgrondjes. 2, een goede afwatering. Daar zouden we graag de deskundigheid bij hebben. Zodat we ook leren ermee kunnen omgaan. Vooral in de tijd van de regentijd, zodat het water zo weg kan krijgen. 3, dat we onze lokale ondernemers kunnen inzetten. Zodat we onze bermen, onze binnenwegen regelmatig onderhouden kunnen worden. En uiteindelijk hebben we ook extra drempels. Je ziet voor de winkels hier, heb je een wegstrekking. Daar er veel hard wordt gereden, zodat we extra drempel bij krijgen. En uiteindelijk kijken we ook uit naar een graafmachine die we kunnen inzetten voor onze landbouw, zodat we dat kunnen openstoten, zodat we richting groot, klein tot groot landbouw kunnen doen. Wij hopen dat ons geloof niet zal schaden, maar onze liefde zal vasthouden door uw hulp aan te bieden. Elk jaar een beetje investeren. En vandaag, kapitein en Basha, hebben wij nieuwe graders gekocht. Anders zouden we niet hier zijn. We hebben nieuwe graders gekocht. Met bezuiniging. Toch hebben we nieuwe graders gekocht. Ik zag zo net, dit is een van die nieuwe die we als eerste hadden gekocht. Toch? Er zijn nog 2 brandnieuwe gekocht dit jaar. En binnenkort komen er nog meer. Maaiers, 0 maaiers op hoofdkantoor. Vandaag hebben we 2 grote maaiers, los van de districten. En er gaan nog meer komen. Dus wat ik wil zeggen, we gaan de dienstverlening uitbreiden. En we hebben ook in elk district, kapitein, een hoofd benoemd. Voor para is het meneer Sadi. Voor Kommerwijnen bijvoorbeeld is meneer Chinmoti met zijn staf aanwezig. Dat hoofd moet nu ervoor zorgen dat wat we hebben verdeeld wordt. En meneer Muna bijvoorbeeld is OD, samen met andere OD, die zijn voor heel Suriname verantwoordelijk. We kunnen niet zeggen, die machines zijn alleen voor Paramaribo. Dat gaat verleden tijd worden. Volgend jaar hebben we natuurlijk nog meer machines, meer mogelijkheden. En we gaan iedereen een kans moeten geven. Dat is het beleid.